De Free Software Foundation Europe stelt sinds 2001 mensen in staat om technologie op een zelfgekozen wijze en in alle vrijheid te gebruiken. In eerste instantie was dit voor slechts een paar mensen interessant. Tegenwoordig is het een wijdverspreide zorg, omdat digitalisering steeds verder doordringt in het leven van mensen, in bedrijven, organisaties en overheidsdiensten. Ze raakt steeds meer onze persoonlijke omgeving en de volledige samenleving. Ook de kracht van software neemt toe. Persoonlijke gegevens kunnen worden gelekt. Software kan bepalen wat we wel of niet mogen doen. Ze kan er de oorzaak van zijn dat we onze vrijheid verliezen. Of zelfs onze levens. Daarom pleiten we voor het beperken van de kracht van proprietaire software. En in plaats daarvan voor het wijdverspreiden van kracht en toegang via vrije software. Ook bekend als open source software. Veel mensen kennen vrije software als krachtige programma's en apps. Maar het idee erachter is veel groter en heeft de tand des tijds doorstaan. Het heeft systemen mogelijk gemaakt die de ruggengraat vormen van onze digitale wereld. Het verschil tussen vrije en proprietaire software is dat aan vrije software altijd vier rechten verbonden zijn. Iedereen mag de software vrij gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren. Indien software is ontwikkeld onder een vrije licentie, kan iedereen ze altijd en overal onbeperkt gebruiken. Aangezien de broncode door iedereen kan worden gelezen, biedt het meer transparantie en kan het leiden tot meer veiligheid. Mensen kunnen grensoverschrijdend samenwerken aan problemen die invloed hebben op de mensheid. Ze kunnen software delen, bespreken en collectief verbeteren. Het idee bestaat al vele decennia en de beweging bleef groeien en evolueren. Het aantal mensen dat gebruik maakt van vrije software groeit en wordt steeds diverser. En om het proces van vormgeven van technologie inclusiever te maken, moeten we ons respect voor elkaar vergroten. We willen dat vrije software alle mensen op de wereld in staat stelt samen technologie te ontwerpen in een zelfbepaalde omgeving en om de democratische participatie aan het digitale tijdperk te versterken. Tegelijkertijd mogen we als beweging de focus op onze kernwaarden niet verliezen. Gebruiken, studeren, delen en verbeteren. Trouwens, ook deze video is gemaakt met vrije software.